Stefanie vandaag na 24 seconden achter. Wat liep er mis? Ja, als je binnen 24 minuten achterkomt, dan loop je de hele wedstrijd achter de feiten aan. En ja, dat hebben we deze wedstrijd ook gedaan. In de eerste helft kom je al met 2-0 achter. En dan moet je de tweede helft moet je alles op alles geven. En de tweede helft had wat meer kans gecreëerd, alleen ja, het zat er vandaag niet in. Vooral de eerste helft, jullie vonden elkaar heel moeilijk. Ja, ja, dat was zo. Het was lastig. We hadden wel veel balbezit, maar tot kansen kwamen niet echt. En ja, PSV counterde en ja, schiet je 2-0. En dan krijg je net voor de rust die 2-0. Dat is natuurlijk wel een heel slecht. Ja, dat was, wat ongelukkig. Volgens mij eigen doelpunt. Ja, was wat ongelukkig in een duel. Ja, dan komt PSV 2-0 voor. En wat wordt er dan tijdens de rust gelegd? Ja, we probeerden alles op alles. Drie achterin en wat aanvallender te spelen. En dan, ja, dan hoop je op een snelle goal en dan hoop je ook dat die valt. Maar ja, helaas viel die vandaag niet. En dan krijgen jullie toch een aantal kansen. En zijn er ook twee goede kopkansen, maar dit keer ging je er helaas niet in. Nee, echt, nee, ja, wou vandaag niet in. Nee. Nee. En dan hele plaats van een bal op de lat. Ja, dat was maar wel jammer. Toen was waarschijnlijk de wedstrijd al bijna gelopen. Ja, dat was. Ja. Nu komen we terug in een competitie waar drie teams waarschijnlijk gaan strijden voor de open prijs. Ja, het wordt nu de punten. Ajax heeft geloof ik wel gewonnen. Dus ja, het wordt weer een leuke competitie. En, ja, iedereen moet de wedstrijden winnen om op kampioen te worden. En, ja. En volgende week is het tussendoortje en de beker. Dat is voor jullie een must waarschijnlijk. Ja, buitenvelden 2 hebben we volgende week. En, maar ja, dan moeten we er wel ook weer staan als team. Oké, dan wens ik jou veel succes. Dank u wel.